competitie is van start en vandaag staat voor ons de eerste competitiewedstrijd op het programma. We krijgen Nemeswender dan Ajax op bezoek. Er zijn genoeg kwaliteiten gehaald, dus laten we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. Marcel, wat ga je het waren vandaag? 2-1 winnen we. Hey, we hebben er lang op moeten wachten. Vandaag de eerste competitiewedstrijd. Wie heeft zich daarop voorbereid? Ja, goed. Goed, zeker met die nieuwe spelers. Dat heeft hij allemaal vertrouwenheid dat erin. Ja, de hele week al niet slapen. De hele week al vol spanning. Dus, ik heb bijna geen woorden voor hoeveel zin ik ervoor heb. Dus, Wat gaat het worden dan vandaag? Ja, ik heb er goed vertrouwen in. Dus het wordt wel een 3-0'tje naar je. En wie gaat er dan scoren? Ja, als Boerak inkomt, dan Boerak hoop ik 3 keer. Maar anders ja, moeten we kijken, Seuntjes of zo. Die heeft ook wel een lekker schot. Dus, En wie gaat er dan vandaag winnen? Fortuna. En met hoeveel gaan we winnen vandaag? 2-1. En wie gaat er dan scoren? Gladon en Noslin. Ik ben benieuwd, vandaag wel spannend. Maar even afwachten. Ja, dus, ze zijn in principe niet zo goed begonnen met hun voorbereiding. Dus ja, Fortuna heeft wel een paar leuke dingen laten zien. Ja, want de voorbereiding van Fortuna die zag er wel veelbelovend uit. Ja, in principe wel. Ik ben eigenlijk niet geweest, dus ja, ik schaam me daar een beetje voor. Maar ik heb het wel gelezen tot het wel oké was. Dus laat gaan. En vandaag een beetje stunten tegen Ajax zou geweldig zijn. Ik hoop dat ze winnen met 2-1. 2-1? En wij scoort dan? Ja, Boer Yilmaz de eerste keer. En wie er steunt is, denk ik. Ja, heb je veel bereid op zondag wie vandaag? Nou, ik heb gewoon mijn vakantie anders geboekt, zodat ik morgen nog naar Mexico ken. Maar eerst hier zijn om te kijken of we die Amsterdammers toch kunnen aftroggelen. Dus heb je echt die vakantie omgeboekt om vandaag bij Fortuna te zien? Ja, Mexico is leuk, maar dit is natuurlijk een paradies, dit. En we kregen Ajax op bezoek, de voorbereiding zocht er goed uit. Ga je zwijgen? Hockey. Dat denk ik ook, hè. Hockey. Die Amsterdammers gewoon voor eindelijk gezegd voetbal laten zien, of niet? Hockey. Dat denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat vanaf vandaag eerst stond. Ajax, daar had je voor de wedstrijd wel voor getekend, denk ik. Nou, getekend. Je weet natuurlijk, tegen Ajax wordt het moeilijk, maar ik zal nooit tekenen voor een verlies. Alleen, we kunnen wel positief terugkijken op bepaalde dingen natuurlijk. Alleen aan de andere kant, we komen 1-0 voor en we hebben denk ik heel goed onder controle de wedstrijd, de eerste helft. En dan na rust geef je hem eigenlijk heel snel weg, wat gewoon doodzonde is. Ja, maar 1 schot tegen op goal in de eerste helft van Ajax, hoorde ik Sjors net zeggen. Ja, dat bedoel ik. Dan is het heel zonde dat het uiteindelijk zo loopt. Alleen, ja, het is wel Ajax. Die hebben weinig kansen nodig om een doelpunt te maken. Ja, je eerste ligt er al gelijk in. Dat moet lekker voelen. Ja, zeker. Tuurlijk. Die eerste is altijd fijn. En de voorbereiding heb ik er natuurlijk ook een aantal gemaakt. Dus dat geeft ook een goed gevoel. Alleen in de competitie tellen ze echt. Dus dat is lekker als die gelijk de eerste wedstrijd erin gaat. Ja, en dan komt Boerak. Daar moet het ook even over hebben natuurlijk. Want die schoot hem feilloos binnen. Ja, ik heb hem nog niet teruggezien, maar ik denk dat hij hem heel goed erin schoot. En dan zie je gelijk dat hij van waarde is voor ons. Ja, ik zag hem al tijdens de warming-up of in de dugout stond hij volop te coachen. En probeert hij jou ook tijdens bijvoorbeeld de training dingen bij te slijpen, bij te leren? Ja, het is een jongen die heel erg met het team bezig is en heel positief. En ja, als je hem wat vraagt, dan vertelt hij alles. Dus, het is gewoon een hele goede jongen in de groep. En als hij straks fit is, denk ik dat we daar nog hoop plezier aan kunnen hebben. Vol stadion vandaag ook. Dat wil je ook wel iedere wedstrijd eigenlijk zien, of niet? Ja, zeker. Dat is het mooiste wat er is. Uiteindelijk als speler, als je dan het stadion in de warming-up al achter de goal helemaal vol. Dus dat is het mooiste wat er is. En dan ben je nog extra gebrand om te spelen. Volgende week naar Twente. Die hebben dan Europees duel in de benen. Wat zijn daarvoor de verwachtingen?
Ja, gewoon net als vandaag. Die wedstrijd gaan we ook in gewoon om te winnen. En ja, we kunnen een hoop dingen meenemen van vandaag naar daar. Dus daar gaan we ook gewoon positief naartoe. Dankjewel. Alsjeblieft.